We zijn vandaag een beetje met jou mee geweest. Hoe is het nou om de vader te zijn van een renner? Ja, daar groei je eigenlijk een beetje in, hè. Van kleine zwaan tot je de tweede keer in de Tour de France rijdt. Ja, dat is toch een keer leuk om te kijken natuurlijk. En wat is jouw rol geweest? Want je hoort wel eens dat sporters pas op een niveau komen als ze een vader hebben die er een beetje achteraan zit, of? Nee, dat is mijn rol in geweest, ja. Gewoon veel met hem getraind. Veel niet, de eerste jaren wel natuurlijk, maar op een gegeven moment gaan ze zo hard rijden. Dat is niet meer plezierig om met een junior gaan te trainen. Dan schaf een brommer aan, hè. Dan gaan we met de brommer trainen. Is wielrennen iets wat jij ook al deed? Of was hij de allereerste in de familie die dat ging doen? Nee, ik heb zelf ook gekoerst van junior tot amateur. Op een gegeven moment ook gewoon gestopt toen ik het beu was. Wanneer was voor jou duidelijk van, nou verdorie, misschien is mijn zoon wel een hele goeie? Ja, dat is moeilijk natuurlijk. Bij de jeugd kon je behoorlijk meerijden. En toen je nieuweling werd, ja, toen je een jaar overslaan, categorie 7 overslaan. En dan een klein mannetje bij de, al, sommigen die een jaar ouder waren, dan won je toch al koersen. En af en toe in België gekoerst dat een beetje heuvel op was. Ja, dan reed je toch altijd behoorlijk prijzen, soms wedstrijden winnen. Ja, dan kom je bij Frans. Ja, dan zit er natuurlijk in dat je een goede renner kan worden, maar dat ben je nog niet natuurlijk. En als je dan niet staat, sta je dan als supporter, als vader of als lid van de Rabobankploeg? Want je werkt ook voor de Rabobankploeg. Nee, ik ben nou niet in functie natuurlijk. Hè? Dus ik ben gewoon supporter voor Lars. En voor de ploeg natuurlijk, dat iedereen goed rijdt natuurlijk. Daar gaat het om, maar ik heb geen functie. Nou.